Onze ondieper Sjors van Tessel heeft jarenlang een stukje land gehad aan de Eikmanlaan. Het was een lust in zijn leven en moest plaatsmaken voor een parkje. Hij mist het buitenleven en is op zoek naar een nieuw stukje grond. Nou Sjors, daar zijn we op je landje. Ja, hier is toch mijn schuurtje. Daar was het trappetje. Daar was de geithok en de kippenhok. Ja, ik moest trappen, maar dan moest een park komen. Ja, had ik eerst een stukje achteraan. En toen zei de gemeente, ga maar op dit stukje. Die laat me eerst een schuur bouwen van nieuw hout. En toen in één keer moest ik er toch nog vanaf, na 2 jaar. En ik had geen ingeschreven zond. En die andere mensen daar, die duivenmelkers wel, die mogen blijven. Je had een brief geschreven naar de wethouder. Ik kan zo niet schrijven, ik had niemand. Daar zit ze ook, illegaal. Ja, ik heb geen been voor op te staan. En ik zoek een stukje grond terug, ongeveer zo. Het hoeft niet zo groot te wezen. Als ik maar een leuk stukje heb waar ik vrij ben. Hier stond het huisje, hier zo. Ja, ik kwam daar vanaf lopen. Dat was mijn huisje. Nou, ik zat en ik liep naar de beesten. Dan kijk ik weer als de eieren in het hok lag. S'avonds weer de geiten melken. Ik had 1 geit. En ik had heel veel kippen. Elke zondag ging ik pannenkoeken bakken voor de mensen die langskwamen met kinderen. Dan zei ik van, als jullie willen, kun je zondag pannenkoeken komen eten hier. En dat was gratis. En dan gaf ik koffie gratis weg. Ik vroeg daar helemaal geen geld voor. En dat was leuk. En dan kwamen oude mensen uit het bejaardenhuis kwamen wel eens langs. Een babbeltje maken. Ja, maar het was hartstikke leuk. Ik had hier echt naar mijn zin. Ik had, als ze zeggen, ik mag mijn wagen. Ik heb een wagen nu. Zo'n schafkeet. En ze zeggen, ik mag hem neerzetten. Zet ik hem vandaag nog een in. Echt meen ik echt. Maar ja. De gemeente doet wat hij wil. Waarom is het buitenleven voor jou zo belangrijk? Nou, ik kom zelf van het kamp af. En bij mijn opa en oma had ik vroeger mijn kippetjes, mijn geiten. En daar was ik altijd vrij. Dan kon je doen wat je kon doen. Wat je wou doen. En je bent een buitenmens geboren, vind ik. En ik hou van de vrijheid en ik hou van buiten. En ik zou ook in de bos willen wonen. Is ook vrij. Wat nu? Hoe kunnen we nou aan zo'n nieuw stukje grond komen? Ik hoop als de mensen hier wat iets weten. Of bij de Westbroekse Binnenweg. Of ergens anders. Maakt niet uit waar. Als ik maar wat heb. Daarachterin is ook een heel stuk vrij. Laat ze me daar een stukje geven. Ik gewoon weer met mijn beestjes gewoon weer verder kan. Het was mijn leven. Het is mijn leven. En steeds thuis blijven zitten in een huis. Nee, dank u. Want je hebt nu een heel mooi huis in Ondiep. Ik heb een mooi huis, ja. Maar nee. Geef mij maar een huisje op de hei. Mag ze dat huis even houden. Bedankt voor je verhaal, Sjors. Graag gedaan. Doen we nog een oproepje. Als iemand een stukje grond heeft voor Sjors, mail dan naar ondieptv.nl.